Waarom kan hier eigenlijk gestemd worden? Nou, dat is een aparte wijk in Deventer en de wijkbewoners hier van de Hoven, die kunnen hier stemmen. Dus dat is heel makkelijk. In de wijk een direct pand, het wijkgebouw voor de wijk. Wat voor mensen komen hier eigenlijk? Eigenlijk alle mensen uit de wijk, dus van jong tot oud, komt van alles binnen. Echt alle leeftijden. Ik zie hier dat hier gevraagd wordt naar vrijwilligers. Waarom is dat eigenlijk? Ja, dat klopt. We zijn wijk- en speeltuinvereniging De Hoven. Draait op vrijwilligers en we hebben ook vrijwilligers nodig. En we dachten, we maken van de gelegenheid gebruik om mensen aan te spreken. En te vragen of ze al lid zijn van de wijk- en speeltuinvereniging. En of ze misschien vrijwillig wat zouden willen gaan doen. Loopt hier een beetje storm op de dorp? Ja, wij hebben ongeveer 400 gehad. Het is nu 11 uur. Van 7:30 tot 11 uur. 400 mensen, hartstikke leuk. Ja. Verwachten jullie nog veel mensen hier? Ja, zeker. Ik denk dat alle mensen dit jaar wel komen stemmen. Vooral omdat het zo moeilijk is van op wie moet ik stemmen. En ik wil die niet. Je mag geen namen noemen, hè? Ik wil die wel. Dus ik denk wel dat heel veel mensen komen stemmen. Ik denk meer dan andere jaren. Zijn het vooral mensen van de Worp of zijn het ook echt mensen van buitenaf? Nee, het zijn allemaal mensen van de Worp. En dat is wel heel erg leuk, want ik woon al 42 jaar op de Worp. Dus heel veel mensen die binnenkomen, die ken ik. Gewoon, ik denk, oh ja, heb je haar ook? Of kinderen die vroeger bij elkaar op school hebben gezeten. Zo. Dus ik vind het leuk. Ik vind het leuk om ook hier te werken. U werkt hier ook in het centrum? Nee, dat niet. Ik werk niet in het centrum. Je moet soms wel skippen hoor. Goed. Ja, want ze zoeken hier nog vrijwilligers. Ja. Nee, ik doe heel veel. Ik heb heel veel verschillende baantjes. En ik wil elke dag iets nieuws en elke dag iets leuks doen. Zolang als ik nog leef, kan ik nog heel veel leuke dingen doen. En heel veel werkjes doen.